Ik wou het eigenlijk hebben over de VAR natuurlijk. Want die houdt ons maar bezig. Ja, keer op keer op keer hebben we het na een voetbalweekend over de VAR. Vroeger dan gingen we zitten zeuren over de scheidsrechter. Want dan had de scheidsrechter het verkeerd gezien. En dan moest hij in Studio Sport komen. En dan zei de scheidsrechter, ik heb het fout gezien. Maar nu is het de VAR die het steeds fout ziet. Dus we hebben eigenlijk het probleem van de scheids verlegd naar de VAR. Want nu ziet de VAR het allemaal fout. Want die geven daar een strafschop aan Feyenoord. Nou, die linzen, die werd zomaar aangeraakt. Niet meer dan dat. Woep. En hup, als een aangeschoten duif. Hop, stortte die linzen ter aarde. En hup, een strafschop voor Feyenoord. En wat dacht je dan van die Gakpo? Die draait een beetje zo en die krijgt de bal hier op zijn bovenarm en tuut en strafschop. En dan zegt de VAR, ja, dat is goed. Dus aan die VAR, daar heb je gewoon helemaal niks aan. Daar wilde ik het eigenlijk over gaan hebben. Totdat ik gisteravond zit te kijken naar project Rembrandt. Ja! Ik weet niet of jullie dat ook gezien hebben. Dat zal toch wel. Project Rembrandt. En in dat programma zit dat vrolijke, bolle gezicht van die Melda. En die schildert daar raak en die doet maar. En dat is leuk om te zien. En die Melda, die wint ook van allerlei onderdelen. Die heeft geloof ik al 2 of 3 keer gewonnen. En ook gisteravond. Toen won ze met het geëtsch. Ging ze etsen en had ze dat nooit gedaan. Melda wint. Geweldig. Daarna krijgen ze een vrije opdracht. En Melda die schildert gewoon iets van een man met saxofoon. En de jury, en daar gaan we. Dus dat is de VAR van Project Rembrandt. De jury zegt, nou we vonden het niet goed genoeg. En die sturen, nou, te gek voor woorden, want er staat ene Pieter en die was als laatste geëindigd en die eindigde weer laatste en die lieten ze staan. En die vrolijke Melda, die werd gewoon hup naar huis gestuurd. Over een schande gesproken. Die Melda is daar gewoon bestolen gewoon. En het is dat ze te veel fatsoen heeft. Maar ze zou net als in de voetballerij, zou ze zo'n mond open moeten doen. En die hele project Rembrandt helemaal moeten aanklagen en beledigen. Dat zou ze moeten doen. Want dit is er aan de hand. De jury van project Rembrandt is erger dan de VAR.